ik krijg nu les van Bas. Oh, ik denk, je gaat nog wat zeggen. Dat dacht nu is jouw taak. Oké. Ja, nou, we hebben een tijdje geleden natuurlijk gelest. Hoe gaat het? Best wel erg goed. Er zijn nog wel een paar dingetjes waar ik moeite mee heb. En dat ligt vooral heel erg bij mezelf op dit moment. En wat minder bij Blondie. Want ik kan nog steeds niet helemaal goed met mijn lichaam omgaan. Oké. En wat kom je dan vooral tegen? Mijn linkerhand. Die heb ik heel erg de neiging om de hele tijd... Blondie. De hele tijd zo te gaan. En mijn rechterhand die wiebelt dan een beetje mee. Oké. En ook nog zit gewoon. En ik vind het heel lastig om me los te laten in mijn schouders, waardoor ik mijn rug blokkeer, waardoor ik eigenlijk alles blokkeer. Oké. Okay. En met die hand, heb je daar zo wat van die symmetrieoefeningen met dumbbells gedaan? Ja, die heb ik gedaan. Ja? Die zijn erg goed daarvoor. En we hebben toen ook wijken gedaan. Erg aan de aanleuning gewerkt. Heb je daar nog vragen over? Ik heb daar wel heel erg aan gewerkt. Alleen ik heb samen met Daan meer eigenlijk gewerkt aan mijn houding dan aan die dingen. Ik heb ook soms als ik zelf reed dan van draf weer in één keer naar stilstaan. En dat gaat ook steeds makkelijker. Maar ik heb achteruit niet meer geprobeerd omdat ik daar graag even mee wou wachten. Ja. En stap verruimen, draf verruimen, galop verruimen. Uitgestrekte dingen gaan ook allemaal best wel. Okay. Dus eigenlijk vooral je zit en houding en handen. En, Het loslaten van mijn lichaam vind ik heel lastig. Moet ik niet helemaal loslaten, dan ben ik hem kwijt. Ja. Nee, dat komt goed. We gaan aan de gang. En doen jullie ook wel eens zitles in die zin aan de launchen dat jij niks hoeft te sturen, te regelen, alleen maar zitles? Nee. Okay. Dat is wel heel wijs om met Daan te doen. Eigenlijk zou je dat één keer in de week moeten doen. Hey. Ja. Het probleem is dat je als mens eigenlijk maar één ding tegelijk heel goed kan doen. Zeker als je dingen wil veranderen. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld iets aan je schouders wil veranderen, dan gaat dat al meteen verloren op het moment dat je druk bezig bent de volte in te sturen of je bent bezig met de overgang goed te rijden. En ik denk altijd met zitles is het meest effectief als de ruiter niet hoeft te sturen, tempo niet hoeft te regelen, zich helemaal kan focussen op de zit. Dus het meest ideaal is aan het launchen, paard met een bijzetteugeltje, dat die over de rug blijft lopen, dat jij daar ook niks aan hoeft te doen, en dat je dan echt puur je zit treedt. Ja, ik mag nu toch voorlopig eventjes niet springen, dus dan kunnen we in plaats van springen op die dag, kunnen we dat soort oefeningen doen. Ja, precies. In de Spaanse reizen van Wenen bijvoorbeeld, dan worden de jonge ruiters die de school binnenkomen, die zitten een jaar, elke dag, een paar uur alleen maar aan de launch om de zit te ontwikkelen. Dan gaan ze meer zelf rijden, maar nog steeds blijven ze aan die launchen zitles krijgen om gewoon perfecte zit te krijgen. Ja. En dat doen we eigenlijk allemaal veel te weinig. En ook als je hoger niveau rijdt, is het eigenlijk heel nuttig om met regelmaat echt zitles te nemen of in ieder geval jezelf te trainen op je zit. Ik doe het zelf ook vaak als ik mijn paarden train. Ben ik of met mijn paarden bezig, maar ik doe bijvoorbeeld ook als tijdens de warming-up dat ik loop mijn paarden gewoon lekker bijna vanzelf, dat ik dan heel erg op mezelf let. Of dat ik eens een keer een dag op alle paarden puur mijn eigen zit probeer te verbeteren en niet zozeer met de oefeningen bezig ben. Ja, nou ja, klaar. Blijft er iets wat je gewoon heel regelmatig moet doen. Dus, zullen we met Daan even overleggen ook en dan ook wat handige oefeningen om te doen aan die zitles. En wat je ziet bij jou tijdens je rijden is dat je knie heel snel over je zadel heen ligt. Ja. Als we je beugel iets langer maken, gaan we even kijken of we er met twee komen. Dan kan je knie meer liggen waar die hoort te liggen. En is je been ook het rechter onder je. Nou moet je eigenlijk jezelf gaan trainen. Een klein beetje rechterop zitten. Dat je oor, schouder, heup, hak. Dat één lijn is. De loodlijn noemen we dat ook wel. Op het moment dat jouw been te veel naar voren gaat daar. Dan kom je eigenlijk overdreven zegt een beetje in stoel zit. Dus ga ik eerder dit doen. Dat als je been onder je lijf blijft. Letterlijk paardrijstand. Ik zeg wel eens, je moet meer om je paard heen staan dan erop zitten. Zoals, eigenlijk moet het zo zijn als ik jou optil, hier neerzet, dat je eigenlijk zo staat. Ik sta alleen met mijn hak sta ik een soort zo. Ja, precies, een ik beetje zo. Zo. Ja, klopt.
wordt dat? Of? Kan je weinig aan doen. Dat is mijn hypermobiliteit, denk ik. Ja. Ja, kijk, op het moment dat jij je knie ietsje naar binnen draait, maar dan komt je kuit heel veel van het paard af, dan ietsje rechter en je zou, dan heb je van die beugelblokjes die zo schuin zijn, dat je voet iets meer zo komt te staan. Ja. Dus dan zou je de hoge kant aan de buitenkant moeten doen van die blokjes, de lage kant aan de binnenkant. Maar goed, in ieder geval eens even kijken. Het was heel oncomfortabel voelt, doe hem ietsje korter weer. Maar dat je op deze manier met iets langere beugel kan je ook je benen lang maken. Met die korte beugel hè, zit je knie zo ver voor. Ja, je kan je lichaam ook niet uitstrekken. En dan blijf je een beetje in een, ja, ik noem het even een banaanvorm. Dan blijf je een beetje in een banaanvorm zitten, snap je? Ja. Je moet jezelf lang kunnen maken. Kijk of dat wil. Nee, het nadeel dat je been wel wat verder weg is van je paard. Ja. Maar met je kuit kan je best wel direct werken. Zou je misschien mijn andere been ook goed kunnen zetten? Dat is wel handig, hè? Probeer het je gewoon ook voor te stellen, straks als je rijdt, dat je staat. Dat je been recht naar beneden is. Er is geen kracht daar. Er is geen kracht hier. Dat het knijpen naar achter of naar voren steken. Maar het is alleen maar recht naar beneden. Ja. Probeer de hele tijd te visualiseren. Dus ik zeg, been recht naar beneden, dan ga je gewoon doen alsof je staat. Ja. Er zijn hele mooie oefeningen voor. Ik zei, dat kunnen we met Daan ook even doornemen. Om je balans zo te maken dat dit makkelijker wordt. Want als jij namelijk in verlichte zit moet, ga maar eens in verlichte zit. Kijk, dan zie je wat je doet, dan breng je je been onder je. Ja. Anders gaat het niet. Met je been daar kan je niet naar verlichte zit. Dus door heel veel zo, te wisselen van. Het gaat al een heel uur verlichte zit. Ja. Ik eigenlijk van verlichte zit. Nou, we gaan er een zitles van maken, oké? Ja. Goed idee? Ik ben eigenlijk te groot van Blondie en we zitten elkaar in de weg. Nee, je hoeft elkaar niet in de weg te zitten. Als jij gewoon goed zit, zoals je nu zit, zit je er niet in de weg. Alleen, het probleem, wel lang. Het probleem is dat je eigenlijk een iets groter zaal nodig hebt wat dan je op haar past. Dat heeft Son ook al met haar kleine ponies, maar dat hoeft niet uit te maken. Als je maar in balans zit, is iets harder werken voor jou. Dat noemen we de driepunt zit. Je zit gelijk verdeeld over zitbeenknobbels en kruisbeen. Als je op twee zitbeenknobbels alleen zit, hier, dan leun je naar achter, zit je in stoel zit. Als je te ver naar voren zit met een holle rug, leun je te veel op je kruisbeen. Nou, je zit dus precies in het midden en dan zit je weer met die loodlijn, hak, heup, schouder, oor. Dat dat altijd in balans is. Omdat je lichaam zo te trainen dat hij dat vol kan houden, is heel nuttig om te wisselen van verlichte zit. Doe dat maar eens. Ietsje lager bij je zadel mag je blijven. Voor hem uitkijken. Precies, want dan gaat automatisch je been op de goede plek. En dan ga je weer zitten en dan probeer je je been wat meer daar te houden. Precies, die is nu zit je in de loodlijn. Ja. Het is heel goed aan de launchen te doen. Zitles, wisselen tussen licht rijden, verlichte zit. Licht rijden, verlichte zit. En dan op een gegeven moment verlichte zit, doorzitten. Dan hebben we nog de remonte zit. Dat remonte, dat is een jong paard. Dus een zit voor jonge paarden, komt uit de klassieke rijscholen. Dat je met je bovenlijf iets naar voren gaat. Als een verlichte zit, maar je gaat niet uit het zadel. Dus dan, ja, nog iets meer blijf je aan het zadel. Kijk maar voor je. Dat. Dat je wisselt van remonte zit naar gewone zit. Precies. En nu zit je nog steeds goed in de loodlijn. Ja. Dus ik zei al, de verlichtende zitten helpen je om in een balans te komen waarin je been gewoon onder je draagt. Terwijl als we alleen maar doorzitten en licht rijden, dan gaan we veel te snel in stoelzit zitten. Precies. Een van de grote fouten vind ik al met zitles alleen maar zonder teugels. Dan vervolgens pak je de teugels en dan is het nog. Nou, we hebben besloten echt een zitles aan de launch te gaan doen. Zodat Daan ook weet wat ze met Tess kan doen thuis. En daarvoor hebben we wel een kaptoom om gedaan. Want in principe longeren wil je niet aan het bit doen. Dus bit niet voor gemaakt. Trek je bitscheef door de mond. Dat is mooi in de kaptoom. Bij zijn teugje aan het bit. Losjes. Maar dat het paard wel over de rug blijft. Want als je zitles gaat doen, dat een paard zijn rug wegdrukt. Dus en voor paard niet lekker en voor de ruiten niet lekker. Daan gaat longeren, dan kan ik van binnen en van buiten kijken hoe jij zit en aanwijzing geven. En Tessa gaat zweten. In eerste instantie
hou je teugels wel gewoon vast. Zodat je wel alle dingen die we doen oefent met je handen in de juiste positie. En dan focus je er eerst op dat je je benen recht naar beneden doet. Want op het moment dat jij moet drijven, dan moet Daan nou eigenlijk zorgen dat hij meer doorloopt, zodat jij niet hoeft te drijven. Zodat jij helemaal op je zit kan focussen. Dus je knie ietsje meer terug naar achter als dat lukt. Daar ja, precies. Dit wil je houden zo. En is het logisch dat je tenen ietsje naar buiten zijn, omdat Blondie een kleine romp heeft en je been gaat daar omheen, snap je? Ja. Dus dat kan niet anders. Maar je knie in eerste instantie, daar ligt nu de naad, dat je knie ietsje terug en naar beneden houdt. Precies. Precies. En dan kijk je weer mooi voor eruit. Waar we vorige keer op getraind hebben, dat als jij kijkt waar je rijdt, je automatisch al je lichaam wat meer opricht. Als je naar beneden kijkt, ga je bol zitten. Want je rechterhand is wat lager dan je linker. Ja, precies. Naast elkaar. Weer voor je uitkijken. En je been weer lang naar de grond. Alsof je staat om haar heen. Dit is heel goed. En ga nu maar eens één stap in verlichte zit. En voel waar je knie nu komt. Voel je dat? Ja. En ga nou weer zitten en hou je knieën. Yes, precies. Dan zit ik wel een puntje van mijn zadel. Ja, en dan heb je een beetje te maken dat eigenlijk jouw zadel iets te klein is voor jouw lengte van je been met name. Dus als jouw knie goed ligt, zit je eigenlijk te ver achter in je zadel. Maar ja, de zadel kunnen we nou niet groter maken. Ga niet naar beneden kijken, blijf voor je uitkijken over de voltelijn. Je rechterhand iets hoger, dat die gelijk is met je linkerhand. En probeer weer erop te letten. Ga maar in verlichte zit. Zo ja, en dan proberen dat je staat op de grond. Yes, dat, precies. En van daaruit ga je licht rijden. Yes. En weer verlichte zit. Goed. Kijk, en nou dragen jouw benen, dragen in die verlichte zit, goed jouw bovenlijf. En als dat is, dan ga je in die balans en in die positie ga je licht rijden. Dus dat is ook iets meer met je bovenlichaam naar voren gekanteld licht rijden, dan dat je normaal doet. Weer verlichte zit. Zo, ga nou in die positie voor je bovenlijf, ga je licht rijden. Ja, precies, precies. Handen symmetrisch. En naar stap. Moet zo. Wat wij doen hier in Nederland is Engels licht rijden. We gaan zitten en we komen eruit. We gaan zitten en we komen eruit. Maar als ik sta, ik kan dan niet eens echt gaan zitten, want dan val ik achterover. Snap je? Dat gewicht geef je elke keer in de paardenrug en er weer uit. Wat ik vroeger geleerd heb, het heet Italiaans licht rijden. Dat je niet meer gaat zitten. Is gewoon dit. Je blijft in een voorwaartse positie. Je gaat wel zitten en je staat, maar je komt niet achter je loodlijn, snap je? Dus de positie die je hebt met licht rijden, of met verlichte zit, is ook een beetje de positie van je licht rijden. Ben je altijd in balans en de druk in het zadel is nooit te ver naar achteren. Dat trainen we nu. Gaan we weer naar draf. Dan ga je weer verlicht zitten. Zoek weer naar dat je voelt alsof je met je voeten plat de grond zou kunnen staan. Yes, dat. En dan ga je in die positie licht rijden. Dus voor je gevoel heel overdreven naar voren. Niet doen. Nee, oh. Je bent eigenwijs. Zo ja, precies. Dus jij hoeft dan haar niet te doen, hè? Ja. Dat ga ik voor je doen. Goed zo. Goed zo, dit is goed. Blijf voor je kijken. Goed zo, ga nou maar weer eens licht rijden zoals je deed. Ja, zie je het verschil? Of voel je het verschil? Ja, ik ging in één keer erachter. Precies. Weer verlichte zit. Blijf uit het zadel, helemaal verlichte zit. Steun zoeken met je, alsof je met je hakken op de grond staat. Precies, precies, dat ja. En vanuit die positie licht rijden. Yes.
Dit. Nou is je balans goed. Dat is een heel verschil in balans die je hebt als ruiter, zeg maar. Voor letterlijk het behoud van jouw eigen balans en de druk in de rug van het paard. Jonge paarden ook, als je die zo licht rijdt, ontwikkelen de rug veel beter als in het Engelse lichtrijden, zeg maar. Ja, eigenlijk wat dat lichtrijden wat ik hier nou leer, dat is een heel klassiek lichtrijden, zeg maar. Van oorsprong vroeger in de cavalerie leerde je het zo. Nog een leuk weetje, het Engelse lichtrijden, dat noemen ze ook al posting trot. Dat was van de postbode die te paard de post bracht. Die moest het lang volhouden. Dus toen hebben ze in plaats van doorzitten lichtrijden ontwikkeld. Maar dat is dus echt van achter naar voren, van achter naar voren. In de cavalerie, waar ze over hindernissen moesten vechten, dit en dat, moest je licht zijn voor je paard, altijd mee in de beweging. Dus daar is dit lichtrijden vanuit ontwikkeld. En terwijl, op het moment dat je zo licht rijdt, train je ook je core gewoon al, zeg maar. Dus je eigen lichaamshouding wordt alleen al beter door de balans die anders is. Dit is heel goed. Dit is heel goed. Nou, de volgende stap is dat je in deze balans, die je nu nog steeds ietsje licht meer naar voren hebt, ga je een paar pasjes doorzitten en dan weer licht rijden. Zonder dat dus die balans verandert. Ja, en weer licht rijden. Goed zo. En weer doorzitten. En weer licht rijden. En dat doorzitten wat je nu doet, is dus, als je zou zeggen in een dressuurproefje ga je zo zitten, dan zit je te veel naar voren. Ja. Maar dit noemen ze dus de remonte zit. Je ontlast iets je sitbeenknobbels in het doorzitten. En dat deden ze vroeger op de jonge paarden. Ja, en dan nog een keertje. En dat is een hele goede oefening om jouw balans als ruiter goed te krijgen en je beenligging. Gaan we weer licht rijden, heel goed. Het is eigenlijk heel simpel, want je hoeft er niks ingewikkelds voor te doen. Goed zo. Weer doorzitten. Goed zo. En weer verlichte zit. Super. Licht rijden. En remonte zit. Dus weer doorzitten. Goed zo. En ga nou maar zwaar zitten. Precies. En weer een remonte zit, dus ietsje voorover. En licht rijden. Verlichte zit. Zo. En weer licht rijden. En doorzitten in remonte zit. En nou wat ontspannender meer zitten. Nou gaan we trainen dat je handen iets meer hier zijn. Ja. Dus niet te veel af laten hangen, maar alsof je... twee wijnglazen voor je uitdraagt. Die ook niet zo, dan lopen ze leeg. Hier, voor je uit. Ga je ergens op tafel zetten. Ja, dit is heel goed. En nou focus je vooral erop dat als je gaat lichtrijden zo, dat je handen centraal blijven daar. Dus zo? Ja, wel zo. Zo. Maar niet afzakken en niet uit elkaar gaan of één laag of hoger. Zo, dan draaf maar weer aan. Lichtrijden. Goed zo. Zo zijn je handen super. Hou zo je handen. En je lichtrijden is ook mooi nu in balans nog. Ietsje je hak naar de grond proberen te brengen. Daar. Dit is super nou. Hak naar de grond. Goed, nou een klein stukje doorzitten. Focus op je handen. Wijnglazen voor je uit. Yes. Super. Een licht rijden. Mooi. Verlichte zit. Focus op je handen. Netjes. Licht rijden. En doorzitten. Super. Dat is goed hoor. En een stap. Heel goed. En het mooie is dat je eigenlijk in jouw zitwisselingen geen verschil ziet bij Blondie. Die blijft lekker over de rug draven. Omdat jij in dezelfde balans blijft nou. Heel goed. En van hand veranderen. De appeltaart gebruik ik wel als metafoor. Als je iets wil creëren of maken bij een paard of bij jezelf, kan je het vergelijken met het bakken van een appeltaart. Die bestaat uit heel veel ingrediënten, die appeltaart. Ja. Nou, op het moment dat jouw appeltaart niet lekker is of niet goed, dan kan je 10 keer opnieuw die appeltaart bakken, maar hij zal elke keer niet lekker zijn.
wat wijs is om te doen, om te kijken van hey, wat voor ingrediënten heb ik? Misschien zijn de appels wel rot, of heb ik te veel suiker of te weinig suiker, of de melk was bedorven. Oftewel, je gaat je ingrediënten, de dingetjes die je nodig hebt, ga je checken en eventueel vervangen of verbeteren. Heb je dat gedaan? Kun je zeggen, oké, dan ga ik met deze nieuwe ingrediënten ga ik die appeltaart weer bakken. En dan hoop je dat met de nieuwe ingrediënten die appeltaart lekker wordt. Nou, de zit is één ingrediënt van je rijden. Maar die zit zelf kunnen we ook opdelen in verschillende ingrediënten. De balans, de positie van je handen, de positie van je benen. Dus we pakken ze allemaal om de beurt. En uiteindelijk voegen we die samen tot een goede zit. Snap je? Ja. Okay. En ruiterfitness is een manier om je te trainen voor een goede zit, maar zitles natuurlijk ook. Want je bent nou ben je de spiertjes aan het trainen die je bovenlichaam stabiel houden, die je been goed onder je houden, die je handen symmetrisch op de juiste plek houden. Oké, okay. Nog een stukje galop zo. Dus de rechterhand ietsje hoger. Ja. Goed zo. Verlichte zit. Goed zo, hakken je naar de grond. En weer rustig zitten. Yes. En weer verlichte zit. En dan ga je zo weer zitten, maar iets voorover. Dus weer die remonte zit. Dat je net je zitbeknoot raakt het zadel, maar zonder gewicht. Precies. En nou ga je weer meer zitten. En ook hiervoor geldt weer, je kan allerlei ingewikkelde dingen bedenken, zeg maar, met zitles. Allerlei dingetjes gebruiken, maar eigenlijk is het gewoon heel simpel. En is het vooral veel doen. Je hebt stijve schouders? Ja, heel erg. Waar voel je het? Hier. Oh ja. Ja, dat is ook wel logisch, want dit is de neiging. En nou in één keer ben je hier. Ja. Dus ja. De achterlijn spieren, zeg maar, die aan de achterkant van je zitten, die worden nou aangesproken, worden getraind. Dus als je nu een beetje denkt van, oh, dit heeft gewerkt hier, die spieren hebben goed gewerkt, kramp, nou, teugels los. Gooi maar los. Daan heeft hem vast, toch Daan? Kan ze er dan niet in gaan staan, Daan? Nee, dat is niet zo lang. En anders doe je een knoopje in. Schouders naar voren draaien. En naar achter draaien. Armen hier. Dan kijk je voor je dat je lichaam recht hebt. En dan draai je naar rechts. Welkom rechts. Ja, naar binnen. En weer naar buiten. En weer naar binnen. Ja. En weer naar buiten. Oh. En weer recht. Oh, stop. Oké, dan maak je je rug extreem hol. En nou maak je hem extreem bol en extreem hol en nou laat je het los ontspannen. Dat is je neutrale positie. Dat is een beetje naar voren, het moet eigenlijk meer zo en zo. Ja, niet te veel dit, want dan zet je dit wel aan. Doe maar als je rug helemaal hol, onderrug. En nou je rug helemaal bol en helemaal hol. En dan ontspan je gewoon. Dat is je neutrale positie, ongeveer. Ja. Dus dat is heel goed om de uiterste op te zoeken. En dan vanuit het hollen laat je los. Benen eens een keer, beide benen helemaal naar voren strekken. Helemaal naar achter, zonder te drijven. En los. Precies. Nou, je bekken. Daar. En los. Precies. Zo kan je, dat noemen we in de opleiding neutralisatieoefeningen. Dus dat je elk lichaamsdeel in zijn neutrale positie zet, ja, zeg maar. Oké, okay, nou een keer je hoofd helemaal, kin naar de borst. Je hoofd helemaal achterover. En los. Yes. Nou je armen een keer helemaal naar voren. Armen helemaal terug. En los. Nou, dat kan je steeds tussendoor ook als je zelf rijdt. Super nuttig om te doen. Omdat we toch in ons voorkeurshouding, of het nou dit is. Sommige mensen doen extreem dit. Dat we daar toch in gaan zitten. Heel belangrijk om dus die uiterste tijdens het rijden, als je toch aan het uitstappen bent en een lange teugelpaard pauze, kan je dat zelf even doen om ontspannen te zitten. Teugels in één hand.
Ja, blijf maar voor je kijken. Heel goed. Hou die linkerhand ernaast. Dat is of je twee teugels vast hebt. Goed zo. Goed zo. En nou je teugels in je andere hand. En de rechter hou je ernaast alsof je twee hebt. Precies. Nou ga je met die rechter, ga je heel langzaam cirkels naar voren draaien. Goed zo. Doe maar door. Naar achter of naar voren? Oh, nog steeds naar voren, ja. Oh, en nu naar achteren. Heel goed, heel goed. En pak teugels met de rechterhand. Doe hetzelfde met je linkerhand. Eerst naar voren. Langzaam. Yes. En naar achter. Goed zo. Goed. En pak teugels maar weer vast. Dit zijn allemaal dingen die horen eigenlijk in de standaard opleiding van ruiter. Alleen die krijgen we niet meer, omdat we niet in rijscholen opgeleid worden. Maar wat gebeurt er? Je teugels in één hand, heel centraal. En je handen ga je meer bewust voelen. Oh ja, die hier en die ga ik bewegen. Dus je krijgt onafhankelijke handen, zeg maar. En we draven doorzitten, heel rustig tempo. En dan ga je heel langzaam je rechterhand naar achter halen, cirkelen. En dan ga je proberen of je jouw linkerhand naar voren kan doen. Ja. Ja. Ik loop een soort vast. Weet je, hoe dit noemen altijd als dit gebeurt in de... Die koen, dan zeggen we brain fart. Nou, ik loop een soort vast erin. Oké, alleen rechts naar achteren. En laat maar hangen. En nou links naar voren. Voren, wat is naar voren? Ja, dat. Oké, goed. Nou steek je twee handen boven je hoofd. Helemaal recht boven je hoofd. En dan, kijk, doe je dit. Hoe? Dus één gaat naar achteren, de ander gaat naar voren. Ja, precies, dat. Dus elke keer als je kwijt bent, ja, precies, precies. Ja. Dit is geniaal. Ja, ik snap er helemaal niks van. Nee, je doet het goed, je doet het goed. Gooi je handen boven het hoofd. Ja, dat. Ja. En dan doe je het maar één keer zo. Ja, dat je één rondje doet. Hop, en dan weer wachten. En dan doe je het nog een keer. Ja. Precies. Ja, en nou zijn jouw hersenen aan het werk, joh. Super. En nou je handen weer recht omhoog. En dan ga je je linkerhand alleen naar voren doen. Linkerhand. Ja, precies. Heel goed. En dan hou je ze weer recht omhoog. Dan gaat je linker naar voren en je rechter naar achter. Dan doe je gewoon weer één cirkel. Ja. Zo leuk is dit. Ja. Nee, maar nee. Ik denk dat ik morgen helemaal geen les wil. Probeer één keer. Eén cirkel. Goed. Goed. Ja, ik loop een soort vast. Ik knak die hier ook op dit stuk. Doe iets minder groot naar achter. Oh, ja. Ja, dat. Ja, goed. En rust. En weet je wat leuk is? Dit is sowieso goed gewoon om je aansturing, coördinatie te trainen. Maar ook je bent even met heel iets anders, je bent echt hiermee bezig en niet met zitten. Dus dat gaat automatisch, zeg maar. En dat is precies wat je wil. Allemaal heel even halt. We doen nog één ding. Oh ja, dat is ook nog wel goed om uit te leggen. Ik wil altijd zitles met teugels. Ja? Heel veel mensen doen alleen maar zonder teugels. Ja. Maar dan leer je dus nog niet goed zitten met je handen in de juiste positie en het juiste contact. Want dan zie je dus heel vaak, nou, mensen kunnen allemaal zitten en dan pakken ze teugels, vallen ze in het oude patroon. Ja. Dus je wilt met en zonder teugels. En hetzelfde geldt voor beugels. Heel ouderwets is alleen maar doorzitten zonder beugels, doorzitten zonder beugels. Ga je juist knijpen. Dus zeker als je moe wordt, dus dan moet je ook maar, dus dan moet je ook maar korte stukjes doen zonder beugels rijden. En ook geldt weer hetzelfde, dan doet de ruiter de beugels aan, zitten ze weer in een verkeerde houding. Omdat je zonder beugels ben je daar gaan zitten. Ja, precies. Dus je wilt beide. Zonder beugels zit ik zo.
Ja, dus nu gaan we wel een stukje zonder beugels. Kunnen ze er makkelijk af? Ja. Oh, heel makkelijk, ja. Even een hand veranderen? Ja. Kijk, nu is je knie mooi laag. Ja. Het enige wat je nu hoeft te doen, is je teen en knie iets naar binnen draaien. En je teen naar je knie. Ik heb het net ook tegen jou gezegd, je hakken naar de grond, hè? Ja. En daar moet ik altijd heel erg mee oppassen, want het is vaak niet een goede aanwijzing. Voor jou wel, omdat we net uitgelegd hebben van je moet gaan staan naar de grond. Maar in principe moet je knie laag en je teen naar je knie. En dan heb je de juiste aanspanning op je been. Terwijl je kan best je knie hoog hebben en dan je hak naar... Maar je laars blokkeert dat een soort van... Ja, die beperkt iets de beweging. Ja. Maar je kan genoeg doen. Maar kijk, als je knie hoog hebt en je gaat zeggen hak uitdrukken, dan krijg je heel snel dit. Dan ga je dus juist naar voren. Dus eigenlijk je knie laag, doen we met die verlichte zit. Met dit kan je niet heel snel omhoog. En je teen naar je knie. Wat zei je? Met dit kan je ook niet heel snel omhoog. Nee, dat kan, zonder beugel kan dat slechter. Ja, hij kan ook wel zonder beugel licht rijden, maar... Zou we nou gaan focussen dat je knie die blijft lekker liggen waar die ligt. En dat je eigenlijk je onderbeen stabiel wil houden door je teen naar je knie op te trekken. En het allemaal ietsje naar binnen te draaien, een klein beetje. Zo. Verlichte zit. Wat? Verlichte zit. Wacht even hoor. Ja hoor. Ja. Kijk, nou ligt je knie weer perfect en dan ga je voorzichtig zitten. Goed zo, dat ja. Dat ja. En als ik nu zeg dat ja, dan heb ik het erover dat je been nu heel goed blijft. Oké, weer verlichte zit. Ietsje voorwaarts met Blondie. Goed zo, ja. En nu ga je voorzichtig weer zitten. Ja, dat. En blijf voor je kijken. En weer verlichte zit. En weer doorzitten. Ja, goed je been. Goed je been. En een stap. Nu krijg je heel mooi de hoek in je been die je moet hebben. Even rechtsom. Je moet allemaal korte stukjes doen, want je verzuurt als ruiter snel met dit. En dan ga je juist knijpen en doen. Of valt het mee? Nou ja, ik heb wel, als ik verlichte zit moet doen, dan moet ik wel knijpen, want anders valt om. Precies, dat bedoel ik. Dat verzuur je snel, ja. Super. Teen naar de knie. Handen, wijnglazen. Yes. Heel goed. En een stap. Top gedaan. Super gedaan. Dat is niet makkelijk. Nee. Nee. Maar dit is super belangrijk om structureel veel te trainen. Ja, je ziet het ook echt inderdaad aan dat been. Hè. Dat vindt ze heel moeilijk. En dan zie ik inderdaad wel dat ze het ene been wat makkelijker optrekt dan de ander. Maar dan zeg je eerder gewoon, hè, zorg dat je je been lang houdt. Maar zo kan je ze natuurlijk echt ook zelf ervan bewust maken. Ja. Ja, je gaat eigenlijk je lichaam een soort van stimuleren, manipuleren zelfs, om dat te doen wat hij moet doen. Ja. Want je kan niet verlicht zitten als je been niet goed onder je is. Nee. Dus ga verlicht zitten en je been vindt zijn plek. Ja. Nou, dat voel je en je gaat weer terug zitten. Weer terug. En dat wordt alleen maar automatisme door heel veel te trainen. Ja. Net zoals dat we het paard door heel veel herhaling, heel systematisch trainen, dat het eigen wordt. Zo moet je je als ruiter ook gewoon trainen. Ja. En hij schudt je even los. En belangrijk is als je met dit gaat oefenen om steeds stukjes en dan weer even of die wat ontspanning, neutralisatie oefeningen. En dan weer een stukje inspanning. Ja. Dat en dan is ook wel goed om gewoon tijdens de normale les te doen, dat je Blondie vrij hebt, dat jij even lekker jezelf loswerkt. Precies. Precies. Nou, mooi. Ik hoop niet dat je te veel spierpijn hebt morgen. Heb jij nog vragen? Wat ik nog vragen heb? Nee, ik denk dat alles was uitgelegd. Oké.